Welkom bij Kleurrijk Koken. In dit programma gaan we koken met Nijmegenaren met een migratieachtergrond. We gaan luisteren naar het verhaal achter het gerecht en de kookcultuur en het persoonlijke verhaal van onze gast. Ook leren we hoe we met duurzame streekproducten een voedzame en lekkere maaltijd kunnen maken. Vandaag is onze gast Madan Lal uit India. Namaste, mijn naam is Madan Lal en ik kom India van Punjab. Mijn dorp naam is Noorpur. En ik heb vandaag gekocht groenten, die naam Punjabi, alu gobi en gajar. Alu gobi is betekent, alu is aardappel, gobi is bloemkool en gajar is wortel. Alle groenten die ik heb gemaakt, dus alles is mijn toon. Kan je iets vertellen, Madan, over de lauki, een soort courgette, toch? Ja, het is lauki, heel gezond. Ja? Ja, voor cholesterol. Cholesterol, oké. En suiker. Het is echt een vegetarische keuken, hè? Vegetarisch, ja. Woon je alleen of woon je samen in Nederland? Wel, ik ben in Nederland hier alleen. Oké. Maar mijn familie blijft naar Engeland. In Engeland, ja. Oké. Mijn kinderen, mijn vrouw. Ik woon bijna 20 jaar. 2004 ik ga naar Engeland. Dan daar blijf ik na 10 jaar naar Engeland. Dan terugkom naar 2014 weer naar Nijmegen. Nederland is goed. Goed schoen, goed land, goede regering. Nijmegen ook mooi, mooie stad, goede stad. Hier hebben wij ruim een liter water met de linzen heb je hierin gedaan. Ja. Oké. Okay. En dit moet gewoon nu op hete vuur, hoe lang? Half uurtje, 3 kwartier koken. Maar je had de daal van tevoren al een avond in water gezet, hè? Ja, dan een beetje zacht. Wordt die zacht? Oké. Okay. Okay. Zo klein beetje. Zo, oké. Okay. Zo beetje klein. Ah, kijk. Die gaat er ook in. Oké. Okay. Gewassen, gewoon erin gooien? Nee. Nee, oké. Okay. Oeh, bijna. Nee. Este. Wat gaan we doen? Ja? Olie. Aya. Knoflook. Knoflook. Oké. Okay. Gamba. Gember, oké. Okay. Goed. Oh, je maakt eerst een sausje, zeg maar, met ja, nou stap ik hem. Oh, dit is goed warm. Eerst verhitten en dan? Dan eerst de knoflook. Altijd eerst de knoflook? Ja. Oké. Okay. Dan een beetje koken. Ja? Dan ik viel. Ruiken. Ja, hè? Sterk spul. Ja. Hij ruikt goed, hè? Zie. En dan de uitjes. Maar hoe lang laat je de knoflook eerst? Beetje bruin doen. Hij moet een beetje bruin beetje worden. Bruin, oké. Okay. Ja. Beetje bruin. Ja. Dan bij een beetje jeera. Oké, okay, de komijn. Komijn. Gooi de komijn erbij, oké. Okay. Mijn hobby is ik zelf koken. Ben ik zelf koken, dan ik meer lekker, vol. Is leuk voor wens alle samen friend zitten en eten. Dat is die garam masala. Garam masala. Zo is het. Oké. Okay. Ja. Oh, je gooit ook eerst de kruiden voordat je de tomaten gooit. Ja, de kruiden ook moet koken. Ja. Ben ik moet koken. Verhitten. Ja, ben ik heet, dan andere smaak. Oké. Okay. Kurkuma wordt heel veel gebruikt in de Indiase keuken. Daarnaast wordt er veel gekookt met gember, knoflook en uien. Ook wordt er veel gekookt met garam masala. Dat is een specerijmengsel van ongeveer 10 tot 15 verschillende soorten geroosterde specerijen. Onder andere korianderzaad, komijn, zwarte peper, anijs, chilipoeder en nog wel meer. De samenstelling verschilt sterk per streek en huishouden en is daarmee het geheim van elke kok. Kijk maar, nou die olie komt boven. Ja. Zie? Boven bobbeling. Ja. Betekent, is klaar, fertig. Oh, nou, dat is wel. Als olie een beetje... Ja. Naar boven drijven. Dan moet ik goed koken. Oké, okay, dat is genoeg goed. Koken. Dus de saus heb je al voorbereid, nu gooi je de groenten erbij. Oké. Okay. Kijk maar, weer mooie kleur. Kijk. Wordt alles mooi oranje. Ja. Is leren voor mijn moeder en mijn oma. Heb ik vroeg zelf gekookt, dan ik een beetje zie. En ik zie zelf leuker dan ik leer van mijn familie. Proef eens. Nee, ik zie dit. Het is nog niet gaar. Allemaal open. Hij is nog open, dus hij moet ook... Ah. Doe maar alsjeblieft langzaam. Ah. Een beetje langzaam. Is het zachter zetten. Maar heel voorzichtig roeren. Ja, dan een beetje zo stukjes netjes. Ja,
Komijn. Komijn. Echt zo? Echt zo, ja. Oké. Okay. Waarom is daar? Ah. Ik groenten, een beetje hele grote stukjes. Ja. Wat doe je voor werk? Ben je ook echt een kok? Ja, ik heb lang gewerkt in Duitsland. Oké. Okay. Ja, voor verschillende restaurants. Voor restaurants, ja. Oké. Okay. Griekse restaurants. Voor Griekse restaurants, oké. Okay. Duitse restaurants. Oké. Okay. Italian restaurants. Ja, restaurants, ja. Oké. Okay. Indian restaurants. Oké. Okay. Kijk maar, nou bijna klaar. Ja. Kijk maar, die aardappel. Is zacht geworden. Is zacht geworden. Wat is kenmerkend voor de keuken uit India of uit Punjab? Punjab is specialist in groenten. Groenten, oké. Okay. Dian saag. Saag. Saag is anders. Ja. Het is heel gezond voor maïsmeel. Okay. Voor die chapati, roti. Maïsmeel, oké. Okay. Ja. Dan met saag. In India wordt veel gekookt met groenten en peulvruchten. Linzen en peulvruchten zijn rijk aan eiwitten en zijn daarmee een goed en duurzaam alternatief voor vlees. Van knoflook was al langer bekend dat het een heilzame werking heeft op de gezondheid. Daarnaast is er inmiddels ook veel meer bekend over de positieve effecten van kruiden zoals kurkuma en gember, die veel gebruikt worden in de Indiase keuken. En water? Dit water. Ja. Ongeveer een, wat is het, 1/2 liter? Ja. Iets meer? Meer dan 1/2 liter. Oké. Okay. Gaat er ook kruiden in? Nee. Genoeg, hè? Genoeg kruiden, niet erbij. Genoeg kruiden, ja. Soms ik ga naar India met vakantie. Zie mijn familie, mijn vader en mijn broer, mijn zus daar. Dit is eigenlijk zo'n beetje bijna dagelijkse kost in India. Elke dag eten ze wel chapatis. Elke dag 3 keer. 3 keer chapatis? Per dag maken. Ja, in de ochtend? Morgen vroeg. Ja. Ochtend, dan de middag. Ja. En s'avond. Zo. Ja. Ik dacht dat er heel veel rijst werd gegeten, maar dat ook. In Punjab niet veel. Andere steden kan wel veel rijst. Andere staten ook. Ja, andere staten. Maar nu wel de jonge mensen kan naar rijst. Oké, okay, die eten veel rijst. Maar oorspronkelijk is het veel. Veel chapatis. Chapati. Oh, dat is kapot. Ja, dat gaat niet goed. Kijk, hij is niet bestendig voor wat jij maakt. Wacht even, ik pak nog even iets anders. Wacht. Hier. Kijk, dan moet je hem nog laten rijzen? Nee. Nee, gewoon? Nee, meer. Gewoon is klaar. Oké. Okay. Nou, na 10 minuten, kwartier, maak ik chapati. Oké. Okay. In India, verschil is voor de temperatuur ook verschil. Is een beetje warm. En zelf planten veel groenten. Oh, je draait echt rondjes. Ja. Yeah. Wel grappig, ja. Ja. Hoe heter het wordt, hoe beter het is, want dan plakt hij niet, hè? Nee, wenn het zoveel heet, ook niet goed. Nee, oh ja, natuurlijk, dat verbrandt hij. Brandt, ja. Kijk maar, zie. Doet het niet pijn bij je toppen van je vingers als je plakt? Nee. Of zijn ze bij jou verbrand? Gewoon gewoon. Ja. Zie, andere kleur. Ja. Verander. Dan draai je nou. Ah, dus als die een beetje, je ziet het aan de kleur. Ja. Dan wordt hij wat donkerder bruin en dan kan je hem omdraaien. Draaien, ja. Oké. Okay. Dus als de chapatis, zeg maar, heet van de... Roti, chapatis. Rotis, ja, van de pannen zijn, dan wil je eigenlijk een beetje boter of kokosnoot of... zeg maar olie eromheen. Gewoon hier zo. Doe maar die oven hier. Ah. Dat is goed. Oké. Dat is de laatste chapati, hè? Dat is de laatste, ja. Laatste. Kunnen we zo aan tafel. Het is gebruikelijk in de Indiase cultuur om de tijd te nemen om samen voedsel te bereiden en gezellig samen te eten. Omdat het eten altijd vers bereid wordt met verse streekproducten, is het daarmee voedzaam en duurzaam. Wat vaak voorkomt, is dat er veel meer wordt gemaakt dan er genuttigd wordt. Zolang daar zorgvuldig mee omgegaan wordt, is dat natuurlijk geen probleem. Wil je zelf het gerecht maken? Op de Facebookpagina van Kleurrijk Groen kun je het hele recept en de kookinstructies teruglezen. We vinden het leuk om te horen wat je ervaringen zijn. Deel het met ons op de Facebookpagina. Tot de volgende keer.